Yo beste kijkers van de Golden Eagle Channel, vandaag weer een nieuwe video. Vandaag natuurlijk weer een survival videootje. En vandaag gaan we eens even kijken wat we allemaal gaan doen. Ik denk dat ik vandaag nog één keer op verkenningstocht uitga. Want er is meer dan genoeg te vinden. Of wat ik wil gaan doen is hier even al het hout gaan kappen. Dat lijkt me misschien wel een beter idee. En dan gaan we hier eens even een heel mooi plateau hier helemaal compleet bovenop maken. En dan gaan we hier vanuit hier boven een hele leuke bomenfarm of zo maken. Dat lijkt me ook wel een leuk idee. Want dan hebben we iets meer dingen die we kunnen bouwen dadelijk. En natuurlijk wat we nog nodig hebben is een farm. Nou, hoe we aan die farm gaan komen, dat is een goeie. Want hieronder hebben we pas het water. Ik kan hier natuurlijk hierboven, zou ik wel iets van een klein farmje kunnen maken. Maar dan moet ik natuurlijk weer eerst seeds hebben. Seeds die zijn wel makkelijk te vinden. Holy shit, kijk dat daarachter van Zanta. Lijkt net op een boot, joh. Hij ziet er wel echt awesome uit, dat stukje. Maar ja, daar gaat het nu niet over. Wij gaan vandaag even lekker kappen. Laten we dat gaan doen. Goed idee, denk ik. En dan... Oh, dan val ik al meteen bijna omlaag. Gezellig. Oh, makado, dank je. Oké, wat hebben we hier allemaal aan tools? Ja, ik heb hier een stone axe. En dan gaan we hier eens even hout kappen. Als we dit hout hebben gekapt, dan gaan we weer even verder kijken wat het volgende planning is. Ik denk dat na deze planning dat we eigenlijk bijna niks meer hoeven te doen. Of ja, we kunnen nog meer dan genoeg te doen. Of eigenlijk kunnen we nog meer dan genoeg inderdaad doen. Maar ja, je moet prioriteiten stellen en dit is mijn prioriteit op dit moment. Ik bouw straks al ergens omhoog, want we hebben hier een heel hoog bladerdek, helaas. Die pech die heb ik 9 van de 10 keer met bomen kappen. We hebben wel al flink wat hout. Dat is wel mooi. There we go. Eens even kijken. Daar hebben we deze nodig. Nonneknetter, wat hebben we hier voor je hout? Hier kunnen we heel wat van bouwen. Dat is wel weer handig. Zo. Oké. Nou, dit gedeelte hebben we al. Nu gaan we even omhoog klimmen. Dat doen we via deze kant. Up, up, up. Handig. Dit, even kijken. Zo. En dan... Oh, lol. Even kijken. Nou, dan doen we deze weg. Een hele puzzel hoe ik al deze dingen ga weghalen, joh. Ik moet nu heel snel wezen, want deze bomen die gaan weg. Oh, damn. Ik heb geen hout meer. Of, geen hout meer. Hout heb ik nog genoeg, maar... Ik heb mijn tools niet meer. Weet je, ik maak wel even heel grappig een werkbank. We hebben toch genoeg hout. Hupsakadee. Oh. Zo, ja, dan zetten we deze neer en dan zetten we... Zo, die neer. Dan zet ik even kijken. Ja, weet je, ik zet hem hier even gewoon neer. Net zo makkelijk. Doen we zo. 4 stokjes en dan doen we zo. Dan maak ik even 3 bijlen. 2 bijlen bedoel ik, wauw. Zeg, kan ik niet meer rekenen, maar ik kan er gelukkig wel rekenen. Gaat wel meteen een stukje slomer, maar ja. We moeten het hier maar heel even mee doen. Want we hebben helemaal geen andere spulletjes op dit moment. En dat is wel natuurlijk vervelend. Want het duurt nu allemaal 3 keer zo lang. Maar ja, als je niks anders hebt, dan kun je natuurlijk ook niks anders gaan gebruiken. En het gaat voornamelijk hier om die bovenste stukjes hout. Die moet ik even met de... Of hier hierboven gaan hakken. En dan gaan we daarna weer naar onder. Gaan we het weer weghakken. En dan gaan we eens even kijken of we hier nog iets moois van kunnen maken. Want dat betwijfel ik me namelijk nog een klein beetje. Maar ja, dan gaan we... Oh, auw. Oké, toen stonden we onder. Helaas. Dat was het mooi hak kunstwerk voor mij dan. Ah, verdorie. Eten hebben we volgens mij nog genoeg. Ik dacht dat ik nog genoeg in de oven had zitten. Laten we het tenminste wel hopen. Zal goed komen. En dan hebben we deze nodig. Zo.
Kijk, dit gaat goed zo. En ik heb nog heel veel leuke plannen om mij te gaan maken. Maar we gaan eerst hier beginnen met het waar we nu eigenlijk mee bezig zijn. Dus het inderdaad een beetje het uitbreiden van hierboven. Er moet natuurlijk nog een chest room gaan komen. Nou, eerst zal ik hem onder de grond gaan maken. Nou, dat gaat veranderen. Die gaan we hier gewoon boven op de berg maken. Hoe we die gaan maken, I don't know. Dat moet ik nog even kijken. En natuurlijk een farm. Die hebben we ook nog keihard nodig. Maar wanneer die komt, I don't know. We hebben eerst ook nog andere dingen die we moeten doen. Oké. En hopsjakaree. Nice. Kijk, dit komt helemaal goed. Wat gaan we nu doen? Nou, deze hier nog. Dat heb ik bijna alle bomen had, maar helaas. Ik heb wel meer dan een stek aan hout. Dus als we dat dadelijk gaan maken naar kleine stekjes hout. Dan hebben we daar gewoon letterlijk natuurlijk 4 stacks hout. Ja, meer dadelijk. Misschien wel bijna 5. En daarvoor had ik deze dus laten staan. Zodat ik hier op kan springen. Lekker slim van mij. En daar zitten nog megabomen. Dat is wel voor zometeen iets. Daar zit ook nog hout in. En hier zit nog wel een paar stukjes hout. Ik weet niet of het er veel zijn. Misschien kan ik er nog net bij. Ik kom er niet helemaal bij, denk ik. Nee, dus. Ja, hoewel. Nee. Nou, dan gaan we 1, 2, 3 omhoog. Dat moet voorlopig genoeg zijn, toch? Ja, dit is genoeg. Mooi. Nou, dit zijn de laatste 2 stekjes. Of stekjes, stukjes. Oh, 3. Lol. Ik dacht dat ik er was, maar ik was er nog net niet. En dan pakken we dit aan. En dan gaan we even wachten totdat het hier zometeen mooi is. En dan gaan we hier dadelijk eens iets van maken, denk ik dan maar. Opsjakadee. Jip, dit bladerdak gaat vanzelf al 1 keer weg. Wat ik eigenlijk wil gaan maken, dat is als volgt een schop. Die kunnen we goed gebruiken, denk ik. We hebben natuurlijk ook nog gewone Owak sapling. Dirt hebben we voorlopig ook nog genoeg. Dat vind ik eigenlijk wel leuk dat we nog genoeg dirt hebben. Want van die dirt kunnen we natuurlijk wel weer iets gaan maken, denk ik dan zo. Minstens daar zat ik over na te denken. Ik heb nou meerdere hele leuke ideeën. Van de ene kant wil ik eigenlijk een soort trap gaan maken. Dat we hier gewoon heel makkelijk omlaag kunnen komen. Maar misschien is dat ook wel iets om nu meteen te gaan bouwen, een trap. Want dan hoeven we niet meer zoveel omlaag te springen. Maar dan kunnen we heel veel lopen. Ja, dat gaan we als eerste bouwen. We gaan een trap bouwen. Pakken we deze erbij. Hop. 1, 2, 3, 4. Oh. Nou. Doen we even zo. En voilà. 2 stekjes aan trapjes. Dat moet genoeg zijn. En dan wou ik eigenlijk ook nog wat eten hebben. Dat eten dat gaan we even in de oven gooien. Daar gooi je even wat kool bij. Zo. Alsjeblieft. Kool erbij. En dan gaan wij hier eens even kijken hoe wij deze trap gaan maken. Ik denk dat we hier gewoon een trap gaan maken. Zo. Oh, hier ging ergens iets fout. Even kijken. Jij moet weg. En jij moet daar. Dit gaat goed. Oh. Damn it. Dit gaat niet goed. Nee. Ah. Oh, er gaan drama worden. Ik en trappen bouwen komt heel goed samen. Dat gaat helemaal goed komen. Tenminste, dat hopen we maar. Hop, hop. Hé. Zo, daar bellen zijn we dan weer. Ik moest heel even snel iets tussendoor doen. Vandaar dat jullie even een klein stukje zien waar ik natuurlijk even stil stond. Waarschijnlijk iets in is geknipt. Dat zullen jullie wel zien. Zal iets verspringen. Maar ja, af en toe heb je dat bij je aan het opnemen. Dan moet je in 1 keer even iets gaan doen. Het is heel irritant. Maar ja, je kunt er niks aan doen. Je kunt er weinig aan veranderen aan zo'n dingen.
Dus, nou, we gaan even rap verder. We gaan heel even kijken wat we hier nog moeten gaan bouwen. We waren natuurlijk bezig hier met onze hele mooie trap. En daar hebben we natuurlijk heel veel deurs voor nodig, want ik wil hem wel zo goed mogelijk hebben gebouwd. En ik ben even aan het twijfelen wat ik wil gaan doen met die trap. Van de ene kant heb ik zoiets van, nou, dan bouw ik hem hier naartoe. Maar van de andere kant wil ik gewoon echt een trap helemaal naar onder hebben. Dit zou wel makkelijker zijn, dus weet je, we gaan het toch op deze manier doen. Weet je, ik pak deze wel. Dit gaat het makkelijkste, denk ik. Oh. Die hoort hier niet te zijn. Tadaam. Ah, kijk. Show. Kijk, dit gaat goed. Hoppa. En hop, hop. Nou, vullen we die even op. Doen we die. Doen we die. En tadaam. We hebben een trap. Nou, hier moeten we nog wel even een paar keer springen. Maar hij functioneert over het algemeen redelijk goed. Hehe. Het werd ook wel tijd dat we even een trap hadden. Wat ik nu wil gaan doen is het als volgt. Ik wil hier eigenlijk even een mooie vloer in gaan leggen. Dat we tenminste wel een klein gebiedje hebben wat wel een beetje mooi is. Daarvoor hebben we natuurlijk een schep nodig. Die schep is wel bijna kapot. Waarschijnlijk kunnen we er een paar blokjes mee weghalen. Maar het zal er nooit veel zijn. Ik zei het je. Het waren er inderdaad niet veel. Helaas. Nieuwe poging, nieuwe kansen. We bouwen wel een nieuwe schep. En natuurlijk even eten. Is altijd welkom. Hoppa. Kijk, we zitten alweer vol. Die trap die kan weg. Dan neem ik stenen mee. Dan neem ik... Even kijken. Ja, hout, dat hebben we genoeg. Nou, dat betekent dat we even dit nodig hebben. En dan betekent dat we dit nodig hebben. Dan hebben we deze natuurlijk nog nodig. En dan is het dit. Hop, 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 hop. Ah nee, wat doe ik? Slim van mij. Hop, hop. En hop. Zo, we hebben een schep. En dat betekent dat we eventjes heel rap hier een vloer gaan maken. Kijk, die gaan we hier zo maken. Dit wordt gewoon gebied van mij. En dat betekent dat het hier zo heel mooi eruit komt te zien. En daarachter laat het dan wel weer gewoon normaal van dirt. Ik denk dat ik hier een cobblestone vloer in ga leggen. Dat wel mooier is. Maar ik weet het nog niet zeker. Weet je, we gaan eens even kijken. Hoe gaat de cobblestone eruit zien? Het ziet er niet verkeerd uit volgens mij. Weet je, we gaan het gewoon vullen en we gaan daar wel even kijken hoe het eruit komt te zien in totaal. Want daar gaat het natuurlijk om het totaalplaatje. Even kijken. Zo. En dan vullen we het hier gewoon zo op. Even kijken. Zo. Dit ziet er wel leuk uit, vind ik zelf dan. Oh, toen was mijn cobblestone ook in één keer op. Nou, dan pakken we hier nog een stekje cobblestone erbij. En dan plaatsen we hier nog gewoon een klein beetje erbij. Nog één of twee laagjes, denk ik. Even kijken. Zo. Dit is wel mooi. En dan zetten we het tot... Hier zo. Tot hier zo. Maken we het dan mooi dicht. En dan is ons bouwplan geslaagd, toch? Volgens mij is hij gelijk. Ja, dit is gelijk. Mooi. Nou, ik vind hem trouwens nog niet helemaal mooi. Hij moet namelijk heel wat zijn opgevuld, vind ik. Up, zakkerdee. Zo. En dan halen we hier nog even de laatste stukjes dirt weg. Hup, 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 hup. Ach, kijk eens wat we hier hebben. Hier hebben we onze kelder, volgens mij. Ja, dat is onze kelder. Zo. Tadaa, en klaar. Waarom hoog hier ergens een spin? Ik heb niet zo'n spin, jongens. Nou, daarom dus. Hallo, meneer de spin. Waar kom je nu vandaan? Hé. Hey. Ik wou zeggen, je bent hier niet uitgenodigd. Zo, nou, is dit ook alvast gedaan.
Nu, dat betekent dat we hier trouwens nog wel heel veel kunnen gaan bouwen. We hebben natuurlijk wel iets van dirt over. Wat gaan we van die dirt doen? Ik denk dat ik van die dirt even kijken. Weet je, ik ga iets heel mafs doen. Eén, twee. Ik weet trouwens ook niet waarom ik het zo ga doen. Ik vind het wel een geniaal plan wat ik ga doen. En waarom? I don't know. We gaan de bomen gewoon op het dak zetten. Tada! Krijgen we daar zo'n beetje zo'n hoe heet zo'n gevoel? Zo'n, I don't know. Het lijkt net alsof je daar gewoon tussen, je woont gewoon letterlijk even onder de bomen. Laten we het daarop houden. En dat is wel een geniaal idee toch? Even kijken. Ik heb toch een ideetje ondertussen verzonnen om wat kisten te gaan maken. En onze tijdelijke chestruimte, die gaan we dus even maken. Die tijdelijke chestruimte die gaat in onze oud gebouwde hokjes staan. In onze kelder. Ik weet niet wie van jullie dat nog eventueel kan herinneren. Maar we zijn hier natuurlijk ooit begonnen met minen. Nou, dat is hier zo om precies te zijn. En hier ga ik al de eerste kisten neerzetten. Dat is 1. En dit is 2. En dit is 3. Ik zet ze nog niet precies neer. Waarom ik dat niet doe? Het is nog niet natuurlijk heel erg mooi hier. Je moet nog heel veel gebeuren. Je moet eigenlijk heel veel worden gemined en noem maar op. Je moet nog heel veel spul ook weg. En dan moet hier de muur gaan komen. En deze muur die gaan we van cobblestone maken. Ik heb trouwens nog wel cobblestone bij. Even kijken. Zo. Nou, is niet helemaal recht, maar dat maakt me eigenlijk helemaal niet zo heel veel uit. Zo. Oké. Nou, dit is alvast klaar en dan gaan we weer naar boven. Dan gaan we even kijken. Nou, hier hebben we nog wat eten. En dan nemen we natuurlijk de spulletjes allemaal mee. En dan gaan we ondertussen alle spulletjes even uitsorteren. Want wat hebben we allemaal en wat kunnen we er allemaal mee? Oh, we zitten al vol. Dus we gaan eens even kijken. Nou, de eerste kist hier, die gebruiken we voor gereedschap. Nou, dit noem ik allemaal gereedschap. Inclusief zwaard. De tweede kist, daar leggen we alles van steen in. En daar leggen we alles van hout in. Dirt mag er trouwens ook wel in. Als we dat ooit gaan gebruiken. Nou, weet je, dirt komt in de rommelkist. Want dirt is eigenlijk niet een product waar je heel veel mee moet gaan bouwen. Zand mag er wel in, wol mag erin, grijswol natuurlijk ook en glas mag erin. Dan doen we hier een beetje de rommel in. Zoals een werkbank en noem het maar allemaal op. Eigenlijk dat spul waar je zoiets van hebt van wat moet ik op dit moment, moet ik daarmee? We hebben natuurlijk nog te weinig kisten, maar ik moet nog één keer een alternatief vinden voor de ruimte die we nu hebben. De ruimte die we nu hebben is wel al mooi, maar nog niet genoeg, vind ik. Er kan nog heel veel veranderen, maar dat gaan we natuurlijk allemaal fixen. Even kijken, die zijn dat soort blokken. Die mogen daarin en de tools mogen hierin. En dan mag dit hierin en deze. Laten we zeggen, die komen ook hier. Nou, dan is dit mooi uitgesorteerd. Dan ga ik hier de laatste beetje even snel weghakken. Nou, dat doen we even met deze twee pickaxes. Die zijn al bijna kapot, dus dat komt helemaal goed. Even kijken. Dat is nummer 1. Oh, lol. Deze muur, die moeten we dus gaan doortrekken, denk ik. Of laten we hier zo'n hoekje in zitten. Dat kan natuurlijk ook. Maar ik vind dat niet zo super mooi. Want hier zit ook al zo'n hoek. En overal hebben we van die hoeken nu. Laten we gewoon zeggen, ik vul het op. Ja, ik ga het even snel opvullen. We gaan het even een beetje netjes maken. Dat is nou ook wel belangrijk. Ik hou nou ook wel van netjesje ruimtes. Even kijken. Zo. En daar is ook hier dirt. Ja, waarom hebben we hier dirt staan? I don't know. Maar het hoefde daar sowieso niet meer te staan. En dan hier moeten we nog één keer even boven ons alles weg gaan halen. En dan komt het helemaal goed. Dan hebben we daar een heel mooi huisje eigenlijk.
Tenminste, daar kijk ik vanuit dat het een heel mooi huisje is. En natuurlijk, we kunnen nog heel veel erbij gaan bouwen. Oh. Ik hoef alleen het dak te hebben. Dan ga ik vast het eerste gedeelte opvullen. Het was wel een heel krap huisje, want het is echt een klein huisje. Maar dat had ik al gezegd natuurlijk. Oké. Nou, nemen we deze mee. Ik ben benieuwd hoe lang de schep nog meegaat. Niet meer lang, zo te zien. Hij kan elk moment kapot gaan. Nou, weet je, dan vullen we nog helemaal op en dan komt het helemaal goed. Zo. Hallo, wereld. Licht in de tent. Oh. Die zijn ook alweer op. Nou, pakken we een nieuwe cobblestone erbij. Zo, en dan zetten we deze er nog bij. Oh. Die is ook al bijna kapot, deze. Dus dat maakt eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit. Zo, dit is ons huisje voor nu. Of ja, onze tijdelijke bunker. Voor waar alle spullen komen te staan. Ik ga weer alles netjes even droppen. Even kijken, hier komt alweer de dirt in. Vraag me waarom ik altijd dirt opspa. Toch doe ik het altijd. En dan hier de laatste tools in. En dan gaan we even lekker van het uitzicht genieten. Want het is nou best wel een mooi uitzicht geworden. En dan gaan we eens even kijken. Zo ziet het er op dit moment uit. Oké. Dit is dus een stuk van het gebouw. Maakt helemaal niks uit. Staat zeker stevig. Nog steeds vraag ik me af van wat is dat daarachter. Er staan er wat bomen, zie ik. En dat is al wat ik zeg. Vanuit heel ver leek het een beetje op een boot. Volgens mij moesten we vanuit hier zo ergens staan. Zo lijkt alsof daar een boot staat. En daarboven zit dan de kapitein en een heel lang schip. Daar lijkt het een beetje op. En we hebben een heel mooi dak met bomen erop. Maar dat vind ik allemaal mooi. Want daar gaan we de volgende keer natuurlijk weer mee verder. We gaan de volgende keer eens even kijken wat we kunnen gaan doen. En ik ben ook heel benieuwd wat jullie graag zouden willen zien. Wat ik ga bouwen of wat ik ga doen. Laat het vooral even weten in de reactie als jullie tips hebben of leuke ideeën die ik hier nu nog kan gaan doen. Voor nu wil ik jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En hoop ik echt tot de volgende keer.